Welkom bij de nieuwe wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Piet Hein Daverveld, dijkgraaf van hoogheemraadschap van Delftland. Leuk om hier te zijn. Ja. Um, slaap je nog een beetje rustig met die verkiezingen voor de boeg? Ik slaap heel rustig, maar ik vind het gewoon een hele leuke tijd. Yeah. Ja, het is altijd weer spannend, want je krijgt een nieuw bestuur. Ja. En het is ook heel leuk om uh, toch nog eens een keer extra onder de aandacht te brengen... het werk wat al die waterschappen doen en dat er echt wat te kiezen valt. Ja, ja daar gaan we het over hebben. Ik moet jou eerlijk bekennen um, dat ik uh, over het algemeen um, ik geen idee heb uh, op wie ik moet stemmen. Um, en dan ga ik dan toch maar wat uh, op, op internet kijken. Het had, het had weinig interesse, want ik had zoveel vertrouwen dat dat wel goed zat... Daarbij die uh, um, hoogheem, uh, hoogheemraden, dat, uh, dat ik eigenlijk nooit de behoefte heb gevoeld om te kiezen. Maar het moet, het moet nu wel, hè. Dus het is belangrijk. Ja, ja, ja. Uh, zeker. Want uh, inderdaad, uh, je kunt zeggen, het werk wat de waterschappen doen, hè, dat, is, uh, dat gaat goed. Uh, ja. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat de omstandigheden waar, uh, waarbinnen we dat werk allemaal moeten doen, denk aan klimaatverandering... Betekent dat die uitdagingen steeds groter worden en dat er ook steeds meer te kiezen valt? Ja, nou uh, laten we eerst even voordat we naar uh, het heden terugkeren. Want er is best veel uh, veranderd de afgelopen ja. jaren en zeker recent nog. En dat zet ook wel, um, nou ja, wellicht hier en daar op de zaken wat onder druk. Er gebeuren misschien ook wel rare dingen. Daar gaan we het zo nog over hebben. Ja. Um, maar voordat we dat doen, nog uh, even een historisch uh, overzicht uh, van wat zijn. Eigenlijk um, die hoogheemraadschappen, uh, wat, wat zijn dijkgraven daarbij? En, en, en hoe is het in vogelvlucht uh, veranderd uh, door, door de eeuwen? Hey, ik meen dat het oudste, een van de oudste bestuursorganen is, hè, de, is in, in Nederland. Ja. In ieder geval een soort van democratische, inspraakachtige structuur. Het is zeker de oudste, uh, het oudste bestuursorgaan in Nederland. Je kunt er wel een vraag bij stellen of het altijd democratisch was. Ja. Want degene die uh, zeg maar 700 jaar geleden... ...dijkgraaf waren, ja, die werden niet uh, nee. uh, gekozen zoals dat nu gebeurt. En er waren ook geen verkiezingen. Nee. Maar uh, het is natuurlijk zo dat... Maar wel geschiedenis... allemaal belanghebbende, toch? Wel allemaal belanghebbende. Ja. Laat ik er iets over zeggen. We weten allemaal dat uh, de geschiedenis van Nederland... Het ...zit al in de naam... Ja. Hè, die, ...die is natuurlijk helemaal verweven met uh, de strijd en de omgang met het water. En zeker in het westelijk gedeelte... ...dit was gewoon uh, 800 jaar geleden gewoon moeras... En hier kon je eigenlijk niet wonen en werken. als je niet direct uh, de handen ineens sloeg. om wat aan waterbeheer te doen. Ja. En dat gebeurde hier. Uh, we zijn nu in Rijnland, bij mij in Delftland. gebeurde dat overal. Uh, het oudste waterschap uh, is, uh, is dat van Rijnland. Uh, dat, is hier, hier dat is hier, 1255. Ja. Maar uh, Waterschap uh, Schieland. viert dit jaar zijn dus 750 jaar bestaan. En ook Delftland uh, is behoorlijk oud. Want Wille, nee, Floris de Vijfde die heeft in 1289 een oorkonde uitgevaardigd... waarbij zeg maar, de, een aantal wettelijke taken werden toebedeeld aan, uh, aan Delftland. En Delftland werd eigenlijk een bestuursorgaan dat voortbouwde op zogenaamde ambachten... die op kleiner schaalniveau eigenlijk al uh, werkzaamheden verrichten om dat land uh, leefbaar te houden. En een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... De Maasdijk. Uh -huh. de Maasdijk loopt zeg maar, langs de Nieuwe Waterweg. Je hebt eerst de, de echte kering op dit moment, ja. de Eerste Delftlandse dijk. Maar daarvoor ligt nog uh, een monumentale uh, dijk, de Maasdijk. En die is volgens mij gebouwd rond 1250. En die bood dus toen behoorlijke bescherming tegen, uh, tegen de zee. Ja, maar die 13e eeuw is dus heel belangrijk geweest. Ja, zeker. Want ik, ik hoor al die getallen voorbij komen ja. en dan is het 13e eeuw. Dus waarschijnlijk... Ja. Uh, je ziet natuurlijk ook heel veel, laten we zeggen, kerken. Uh, maar dat is natuurlijk allemaal van na die tijd. Ja. Maar dan, dan ga je ook naar de 13e, 14e eeuw. Je hebt soms natuurlijk nog wel kerken die ouder zijn. Maar het merendeel is denk ik uit die periode. Nou, je, je, dus dat is een soort cultuuropbloei. Ja, je, je, je ziet ook dat omdat zeg maar, die waterhuishouding beter op orde kwam. was dat ook het zijn voor de ontwikkeling van steden. Ja. Als je gaat kijken: Delft, Vlaardingen. Ja, die, best, die best, zijn allemaal in die tijd. Uh, hebben die stadsrechten gekregen en zijn gegroeid tot steden. Ja, wie, wie, wie zaten er toen in die uh, hoogheemraden? Nou, um, um, wat een belangrijke datum voor, um, voor Delftland was, dat was 1321. Mm -hmm. Toen kregen we namelijk de zogenaamde hoogheemraden. En dat zijn eigenlijk vergelijkbaar, uh, want we hebben ze nog steeds, wat je in een gemeente de wethouders noemt. Mm -hmm. Dat zijn in een waterschap zijn dat de heemraden of de hoogheemraden. En in 1321 uh, gaf graaf Willem uh, van Holland gaf de, aan de hoogheemraden van Delftland dezelfde rechten als die gegeven waren aan de hoogemraden in, uh, in Rijnland. En dat betekende eigenlijk dat die hoogheemraden een belangrijke taak om toe te zien op het onderhoud van de, van de, water, uh, de waterkeringen. Oké, okay. dus dat is dan zit je zo begin 14e eeuw in, in jullie ja, uh, in, in ja, geval. En, en wie? Wie namen daar zitting in? waren dat oh, rijke boeren? Dat waren uh, dat ik denk combinatie. Dat waren uh, met name mensen die grote belangen hadden bij goed ja. uh, water uh, waterbeheer. En dan moet je denken aan landeigenaren. Uh, uh, ja, zeg maar, zeg maar de elite van die tijd. De kerk ook. De kerken denk ik dat uh, ik heb wel eens begrepen dat bijvoorbeeld uh, ook de, de kerken een rol, of de kloosters moet ik zeggen, nee, ja. een rol gespeeld hebben bij bijvoorbeeld de totstandkoming van de Maasdijk. Nou ja, omdat, omdat natuurlijk uh, zowel uh, uh, Adel als kerk ook, ook wel uh, tot die impolderingen zijn uh, ja. overgegaan. Ja. Ja. En uh, dus ja. ik, ik kan me voorstellen dat je dan ook een rol krijgt in zo'n ja. waterschap. Maar in ieder geval, dit is allemaal al heel lang geleden. In ja. de tussentijd is natuurlijk ontzettend uh, veel uh, veranderd. Um, je kunt zeggen, in het huidige bestel uh, bepaalt de grondwet mm -hmm. uh, dat er waterschappen zijn. En er is ook een waterschapswet. En die regelt eigenlijk van wat dan de taken zijn waar waterschappen zich moeten, uh, mee bezig moeten houden. Ja, nou in, in het verleden waren er een heleboel waterschappen. Ja. En er is uh, um, zeker in de 20ste eeuw uh, sprake van een uh, enorme ja. Uh, nou ja, uh, uh, schaalvergroting. Hè? Ja, klopt. Die, uh, hoe, uh, kun je ze beschrijven? Waar hebben we het dan over? Nou, volgens mij, um, zeg maar 30, 40 jaar geleden praat je uh, over uh, misschien wel 2000. Uh, Toen nog 2000. Waterstof, uh, het, het kan ja. ook 50 nou ja, jaar geleden maar, zijn, ja, maar, zo veel. Maar, maar Maar heel veel. En er is dus gestaag en een proces van consolidatie uh, heeft, uh, heeft uh, opgetreden. Wat dat betreft is Delftland een beetje uitzonderlijk, want de contouren van Delftland zijn eigenlijk nog steeds hetzelfde. Maar als je kijkt, dus je bij mijn buren, uh, Schieland, die zijn gefuseerd met Schieland Krimpenerwaard. Uh, en ook in recente verleden zijn er, uh, zijn er nog etterlijke fusies geweest van waterschappen en nu zijn er 21. Ja, en dit is het wel zo'n beetje ook, denk je? Dat uh... uh, uh, vind ik moeilijk. Uh, of of ik, is die druk tot... Uh... Nee, er is, er is uh, op dit moment, uh, denk ik, niet grote druk. Het, uh, ik denk, de kunst is gewoon, wat we wel zien, het belang van samenwerken. En daarvoor ja. hebben we natuurlijk ook bijvoorbeeld een, onze koepelorganisatie... de Unie van Waterschappen. Ja. Uh, hè, want wij, uh, uh, voor ons is het heel belangrijk... dat we als waterschap goede contact hebben met het Rijk... Mm -hmm. Um, en dan is het ook wel handig dat er, uh, dat er een koepel is die namens ja. de waterschappen zeg maar, de gesprekken bijvoorbeeld met diverse ministeries kan voeren. Ja. ja, het is natuurlijk de geschiedenis van de decentrale bestuursstructuur in, in, in ons land. Ja. Uh, dan zijn jullie nog met 21. Ja. Um, dus ja, je werkt onderling samen. Maar je hebt tegelijkertijd, en dan komen we ook op het thema van vandaag, je hebt wel echt je, je eigen werkgebied en dan kun je een eigen koers uitzetten. Ja. Wij zijn, dat, dat wordt dan wel genoemd uh, een functionele uh, democratie, dus in tegenstelling ja. tot gemeente en provincie, die kun je zeggen, ja, die hebben een open huishouding. Onze taken zijn echt watergerelateerd. En die taken uh, die zijn, uh, die kun je verdelen in, in vier hoofdtaken: uh -huh. in de eerste plaats uh, waterveiligheid. Wij noemen dat vaak bij de waterschap, wij zorgen voor droge voeten. Ja, uh, en, volgens mij waar, waar de burger ook het eerst aan denkt. Nou ja, weet ja. je, we, we, hebben, ja. wat is het? we, we hebben drie weken ja. geleden... Drie weken geleden weken. zijn we nog eens een keer met de neus om de feiten gedrukt... toen we uh, terecht heel veel aandacht besteden aan de watersnoodramp in 1953. En ook, zelf, ik ben wel eens een keer gaan kijken in uh, Ouerkerk in het museum... en ik heb het boek uh, over de ramp gelezen. Maar als je dan nog die oude uh, journaalbeelden weer terugziet... ja, dan zie je inderdaad... Uh, hmm. Hoe uh, ontwrichtend het is. Als, als dat niet goed geborgd is, dan is de hele samenleving ontwricht, kun je eigenlijk niets meer. Dus ja. dat is een hele belangrijke taak, die sterke dijken. En uh, laat ik het zo zeggen: wij hebben uh, alleen in Delftland al 700 kilometer uh, aan keringen die we moeten onderhouden. Um, en uh, ja, als je voor heel Nederland gaat kijken, het, het precies getal. ...is, is wel, uh, zeker meer dan 10.000. Ja, er, er, er zijn denk ik geen andere gebieden in Europa, toch? Die, die zo uh, extreem uh, uh, ook onder de waterspiegel liggen. En... Ja, ik, ja, ik, ik, ik denk dat, uh, dat Nederland inderdaad wel... Uh, ...zeker in Europa vooruit... Ja. Uh, zeker, onze naam, ja, <laughs> uh, voor Paijezibasi, uh, nee. Nederland... Uh, ja. in, ...in alle talen uh, geeft, geeft het heel duidelijk aan. Er zeg maar, is ruim een kwart... Ja. Uh, ligt onder de zeespiegel. En volgens mij iets meer dan de helft, zou te maken hebben met uh, heel vaak grote overstromingen. Ja. Uh, als uh, de waterschappen uh, die eerste taak van die waterveiligheid uh, niet uh, voor een rekening zouden nemen. Maar dat is alleen maar de eerste taak. Ja. De, tweede, de tweede taak, ook heel relevant uh, in het kader van uh, ook klimaatverandering, dat is voldoende water. Mm -hmm. Uh, dus van oudsher zijn de waterschappen, die stellen formeel vast wat de waterpijlen zijn waarop gestuurd wordt in de diverse polders. En dat is natuurlijk ook voor de landbouw heel belangrijk. Dat is voor de landbouw uh, uh, belangrijk, maar het is ook belangrijk in stedelijke omgeving. Want dat is ook een mooi voorbeeld waar je ziet dat er af en toe spanningen kunnen zijn. Ja. Hè, want we weten allemaal, landbouw, hè, die willen graag dat hun land goed uh, begaanbaar is uh, voor uh, tractoren, et cetera. Dus uh, als, uh, als bodem, uh, bodem daalt, vraagt men dat het, uh, het pijl uh, wordt aangepast. Maar tegelijkertijd, uh, verdere aanpassing van het pijl in uh, stedelijke gebieden, zeker als het oude centra zijn waar huizen gefundeerd zijn op houten palen. Ja, als die uh, houten palen droog komen te liggen, ja. uh, dat is niet goed. En dan ja. kun je verzakkingen weer krijgen. Ja. Dus, de, dus waterpeil is een heel belangrijk punt. Het andere, uh, uh, het andere punt is wat doe je? Zuid-Holland is eigenlijk een badkuip, dus als het regent verzamelt al dat water zich in die badkuip. En uh, ja, zeker in, van oudsher ging het erom: hoe kunnen we dat zo, zo slim mogelijk afvoeren? We hebben nu natuurlijk een andere taak erbij, een ander probleem erbij gekregen. Dat is dat vier van de vijf zomers waren extreem droog. En dan betekent weer dat je eigenlijk heel zuinig wil zijn met ja. dat water. Uh, spaarbekkers moet hebben. Dus dan moet je weer spaarbekkers ja. hebben. Dus daar zit ook, uh, dat maakt het werk ook weer een stuk uh, uitdagender. Derde taak heeft te maken niet met de waterkwantiteit, maar de kwaliteit. Ja. Uh, we willen allemaal schoon water hebben. En ook daar spelen dan weer vraagstukken. Ja, wat is schoon? W wanneer is schoon, schoon genoeg? Hoe ver moet je daarin doorgaan? Uh, en de laatste uh, belangrijke taak is. Nou oh ja, dat is. Ik, ik, ik ja. onderbreek je even. Ja. We hebben natuurlijk wel heel die discussie gehad ook, hè, over de, de PFAS. Uh, ja. Ook uh, recent nog, ook in mijn eigen Oude Zeeland. Uh, waar de Westerschelde blijkbaar ja. toch uh, nogal een, een vervuild bleek in dat opzicht. Ja. Um, maar dat, is dat, dat, dat was, wordt waarschijnlijk ook naar de, naar de toekomst toe een heel belangrijke op, opdracht. Het is het al. Ja. Het, het is eigenlijk een van de uitdagingen waar uh, uh, ja, die zeg maar top of mind voor mij zijn. Ja, ja. Want we hebben ook hier op dit gebied bijvoorbeeld te maken met Europese regelgeving die hmm. hele uh, strenge eisen stelt, de zogenaamde Kaderrichtlijn Water. En uh, uh, die geldt ook voor Nederland. En dat betekent dat wij in 2027 uh, de waterkwaliteit nog een stuk verder verbeterd moeten hebben dan nu het geval is. Dus aan de ene kant zie ik dat de waterkwaliteit in Nederland echt wel verbeterd is. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd uh, zijn we er echt nog niet. En betekent dat er de komende jaren nog grote inspanningen gepleegd moeten worden. om aan die uh, wat we dan noemen de KRW-doelstellingen te kunnen voldoen. Ja, dus dat is gewoon het kader waarbinnen je moet uh, werken. Ja. Zou dat zonder Europa minder streng zijn geweest, denk je? Um, Hang, hangt, er, hangt er waarschijnlijk ook een beetje af van uh, zeg maar hoe je er politiek in zit. Er zijn natuurlijk uh, politieke partijen die sowieso zeggen: Ik wil ja. uh, extreem schoon water hebben. En andere politieke partijen die kunnen zeggen: Ik wil wel schoon water hebben. Maar er komt op een bepaald moment een punt dat ik toch ja. zeg: Ik wil het geld eerder weer aan andere dingen besteden. Ja, ja. oké. Okay, en het vierde, vierde punt? het vierde? Het vierde is het zuiveren van uh, al het rioolwater. Um, als ik praat voor, uh, voor mijn gebied, Delfland, dan wordt er iets van 140 miljoen kubieke meter aan rioolwater geproduceerd. Dat is eigenlijk dus een heel systeem wat we samen met gemeenten doen. Want de gemeenten zijn binnen hun gebied verantwoordelijk voor mm -hmm. de riolering. maar uiteindelijk al dat water wat daar verzameld wordt, dat wordt via persleidingen naar rioolwaterzuiveringsinstallaties geleid en daar wordt het gezuiverd. En ook daar gelden weer vraagstukken van hoe ver ga je daarin. Ja. Jij noemde nou net uh, PFAS, maar een ander, uh, ander belangrijk thema is uh, medicijnresten. Ja, en, en hormonen ook, hè? Nou ja, de, de, ja. Uh, precies. Um, en, uh, en wat daar ook speelt, hè, zeker als je gaat nadenken over de periodes van droogte... Dat, uh, dat we een tekort hebben aan zoet water. Met Elfland is het zo dat al het gezuiverde rioolwater wordt op dit moment afgevoerd naar hetzij de nieuwe waterweg of bij Scheveningen naar zee. Maar eigenlijk wat je wil, dat is dat de... je die keten circulair ja. maakt. Zodat ja. op het moment dat je wel een tekort hebt, dat dat water zo gezuiverd is... dat je dat ook weer kunt terugbrengen in je eigen watersysteem. Nou, dat vraagt weer uh, investeringen. Ander punt is... Uh, ik noem het bewust rioolwater en niet afvalwater, want afval is eigenlijk een beetje uh, een term uit een boze. Ja. Want, je, je, want je moet in het kader van circulair denken, wat zit daar weer allemaal in, wat je ja. toch weer terug zou kunnen winnen? Ja? Uh, nou, en daar zijn weer allerlei technologieën voor, daar moet je ook weer keuzes voor maken, kost ook weer geld. Uh, en daar, uh, nou heel, heel concreet, wij moeten een nieuwe rioolwaterzuiveringsfabriek gaan bouwen uh, in, uh, in Vlaardingen. ...en wat dan precies de specificaties zijn uh, waar die fabriek aan moet gaan uh, voldoen... Uh, ...ja, dat, uh, daar moet het komende jaar een uh, besluit over genomen worden. Ja, ja nou, dan komen we ook wel dichter bij die uh, verkiezingen. Um, nu hebben we in Nederland een uh, vrij uniek uh, systeem... ...in de zin dat jullie ook uh, uh, niet alleen een uh, bijzonder oud bestuursorgaan zijn... ...maar ook uh, de mogelijkheid hebben, of sterker nog, de opdracht hebben... ...om, om zelf uh, belastingen te innen. Ja. Um, dat betekent ook dat je uh, los van de, uh, de nationale of provinciale politiek ja. een, een eigen begroting op kan stellen, uh, waar je prioriteiten uh, kunt uh, aangeven. Um, dat, dat, dat is in het verleden ook nogal een discussiepunt geweest. Hè? Dus dat je die echt dat uh, ja, recht hebben tot uh, heffing van belasting. Um, dat brengt natuurlijk een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. Ja. Um, en men zegt: is dat, dat dan wel transparant genoeg? Is er wel genoeg verantwoording? Um, hoe, hoe kijk jij naar uh, die, die, ja, die toch wel vrij unieke situatie van die belastingheffing? Nou, ik denk dat het uh, een van de krachten uh, is van het, uh, het systeem wat we hebben. Waarom? Kijk, uh, Kijk, laat ik het zo zeggen. De waterschappen die zijn, wat mij betreft, best wel uniek. Want wij hebben een lange termijnvisie. Ja. En we hebben uitvoeringskracht. En dat moeten we echt koesteren. Ja, zeker, ja. Dat, dat hebben ze niet overal en, meer uh, bij de overheid. En, zou ik uh, wel zeggen. En, en we hebben ook nog gebiedskennis. Dus dat zijn allemaal kwaliteiten waar ja. we heel zuinig op moeten zijn. En ik vind het, we, we weten bij collega-overheden dat soms krijgen ze er taken bij. Maar dan is het niet altijd duidelijk of de financiering ook uh, ja. goed geregeld is. En dan uh, nou, je hoeft maar te luisteren naar uh, zeg maar de VNG over jeugdzorg, uh, et cetera. Ja. Met wat voor spanningen dat kan leiden binnen de begroting van gemeentes. Waterschappen uh, die hebben uh, inderdaad die mogelijkheid om zelf uh, belastingen te heffen. Dat zijn er eigenlijk twee: de watersysteemheffing en de, zuiverings, uh, de zuiveringsheffing. Mm -hmm. um, en ik vind het heel belangrijk dat we die mogelijkheid hebben omdat ik denk dat, laten we maar weer dat thema nemen ja. als waterveiligheid. Daar kun je niet mee marchanderen. In mijn ogen mag je niet zeggen: van nou weet je wel, dit jaar uh, is er opeens op een ander beleidsterrein een, uh, een, uh, een bepaalde prioriteit. Laten we dan toch maar even een beetje gas terugnemen met het onderhoud van, uh, van de dijken. Dat soort risico's kunnen, kunnen we niet nemen. En uh, terecht zeg je ook. Uh, natuurlijk moet er controle uh, op zijn. Nou, daarvoor heb je inderdaad ook een algemeen bestuur waar de inwoners zodanig voor, voor mogen kiezen. Want het algemeen bestuur is aan zet uh, bij de bepaling van de begroting. Mm -hmm. Maar ook bij alle investeringsvoorstellen uh, die, uh, die komen. Dus er wordt heel secuur gekeken uh, van hoe je, uh, wat voor soort belastingtarieven je, je heft en hoe dat geld dan uh, wordt uitgegeven. Ja. ja. Nee, dus ik, 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 het is mooi wel dat je het uh, opmerkt. Hè. Dus die, die, die uitvoeringsmacht... Uh, die lange termijn... Uh, hangt ook samen natuurlijk... met bepaalde uh, deskundigheid... En, en hoe je dat in... Ja, ik kan zeggen in, in praktijken hebt, uh, hebt vormgegeven. Er wordt natuurlijk nogal eens geklaagd... over de overheid... precies waar het gaat om die uitvoeringsmacht. Um, uh, jullie zijn kennelijk... In, in alle veranderingen die er... De afgelopen decennia zijn doorgevoerd. toch wel in staat gebleken om, om, om die kwaliteit op peil te houden. We hebben nog geen drama's meegemaakt van doorbrekende dijken of. Uh, uh, nou ja, uh, onvrede over uh, verkeerd uh, be besteden uh, belastinginkomsten. Het lijkt alsof jullie daardoor ook wel een beetje in de luwte hebben kunnen, kunnen opereren. En iets van die. Laten we zeggen, Nederlandse traditie hebben weten te, te, te bewaren, waar soms andere uh, delen van het Rijk uh, ja, toch wel heel, heel sterk geïnnoveerd zijn en ook iets verloren hebben in die, in die, in die tussenliggende tijd. Ja, um, ja dus, dus tegelijkertijd is, is natuurlijk die roep om uh, 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 transparantie, om verantwoording, uh, die, is, uh, die is groeiende. Uh, ik denk misschien dat die op het moment heel wat rustig is. Maar we hebben het een periode gezien. Hè, dat er ook aan jullie... Laten we zeggen, jullie uh, statuur... of, of uh, jullie grondwettelijke taken... Uh, werd, werd getornd. Ja. Um, ja. Het lijkt nu redelijk rustig. Maar er is toch wel wat gebeurd. En daar wil ik het eigenlijk eerst over hebben. Het is duidelijk dat jullie belangrijke... Ja. Uh, nou, voor Nederland eigenlijk existentiële taken... Uh, voor je rekening nemen. Um, uh, maar... Uh, als ik het goed begrijp, in uh, 2022 is toch ook die democratische en daarmee ook die deel van die verantwoordingsstructuur weer wat veranderd. Uh, kun, kun je schetsen wat we, wat we hebben meegemaakt? Nou, ik denk wat jullie ik, hebben meegemaakt. Uh, kijk, uh, misschien twee punten om even uh, uh, te markeren. Uh, tien jaar geleden. Stond op een bepaald moment. Was er een politieke discussie of waterschappen uh, zeg maar, ja. zelfstandig zouden moeten voor, uh, doorgaan. of beter ondergebracht zouden kunnen worden. Uh, bij, uh, bij de provincie? Bij de provincie ja. Die discussie die is inderdaad eigenlijk uh, geluwd. Daar ben ik ja. vanzelfsprekend heel blij mee. Ja. Tegelijkertijd ben ik me ook heel goed uh, bewust. Hè, dat. Um, dat je zeer alert moet blijven en nooit uh, zelfgenoegzaam kunt zijn. Van nee. nou, wij fixen het wel even, want die uitdagingen worden heel groot. En ik zeg er ook direct bij het feit dat wij grosso modo wateroverlast hebben kunnen voorkomen. Ja. Betekent niet dat ik garanties geef dat dat nooit zal kunnen voorkomen. Nee. Om een voorbeeldje uh, te geven, we weten allemaal nog van anderhalf jaar geleden. Verschrikkelijke watersnoodramp in Wallonië, de Eifel en natuurlijk ook Limburg. Ja. Uh, en we hebben, Deltares heeft laatst nog eens keer uh, doorgerekend, wat zou er nou gebeuren in Zuid-Holland als zo'n bui boven dit gebied zou losbarsten? Nou, daar schrik je wel even van. He, uh, dan moet je denken, 2 miljard uh, schade voor de hele provincie en voor Delftland 800 miljoen. 4000 woningen in Delftland, ruim 17.000 mensen. En je praat over langdurige wateroverlast, dus bijvoorbeeld meer dan een week. Dus. Uh, dus dat betekent, de, de omstandigheden waarbinnen we dat werk moeten doen zijn steeds uitdagender geworden. Wij moeten ja. erop inzetten om zoveel mogelijk die schade te kunnen uh, mitigeren. Maar garanties kun je niet, kun je niet meer geven. Nee. Ja, dat, is, dat is belangrijk. Um, tweede punt waar je volgens mij op doelt. We hebben net vorig jaar een lange discussie uh, eigenlijk afgesloten, of voorlopig afgesloten, over geborgde zetels. Ja. Wat bijzonder was bij de waterschappen, dat is dat uh, tot wat in 2008 waren waterschapsverkiezingen... Dat, waren zogenaam, dat was een zogenaamd personenstelsel. Toen zijn de lijsten geïntroduceerd. En bij de invoering van de lijstenstelsel is ook gezegd dat er drie groeperingen waren... die zulke belangen hebben bij het goede waterbeheer... dat zij uh, aanspraak kunnen maken op een, uh, op een aantal zetels... Die uh, dan uh, als ze daar veilig gesteld zijn voor hun. Ja, dat is buiten, buiten de verkiezingen om. Buiten de verkiezingen om. Dat waren er uh, uh, bij ons waterschap waren dat er negen. Eén uh, daarvan ging naar uh, natuurbeheerders, vier naar ongebouwd en daar bedoelen we eigenlijk mee de, uh, zeg maar agrariërs. Mm -hmm. En uh, ook vier voor bedrijfsgebouwd. Daar zit bij ons ook glastuinbouw bij. Ja. Nou, dat heeft uh, tot een enorme discussie de afgelopen jaren geleid... met diverse commissies die daar uh, gevraagd zijn om daar advies over te geven. Um, waterschappen zelf waren daar eigenlijk tot op het bot verdeeld. Sommigen die zeiden van uh, het zou beter zijn... als alles democratisch gekozen uh, wordt via de verkiezingen. Dus afschaffen geborgde zetels. Ja. En anderen die zeiden nee... Uh, Geboortezetels, uh, grote belangen hebben ook bepaalde kennis uh, die beter geborgd is als we die in stand houden. En, dat, en die kwamen dan vanuit, uh, laten we zeggen, de, de traditionele instantie? Ja, uh, zo, dus... de boeren, de LTO. Precies. Zo, en die, die hadden afvaardiging ja. in, jullie, uh, uh, ja, precies. In, in jullie waterschap. En, en dat geldt dan ook voor. voor... VM, VNO en CW. Dus bedrijfsgebouwd, ja. uh, daar, daar zat de Kamer van Koophanden, VNO en CW, hmm. moet je aan denken. Ja. En die keken naar kandidaten en selecteerden kandidaten. Ja. En die werden op die manier vo voorgedragen. Dus uh, bij de vorige verkiezingen had je van de 30 zesels negen gereserveerd voor, ja. uh, voor die geborgde partijen. En 21 waar je op kon kiezen. En, en jullie zijn is... representatief? Ik bedoel. Uh... Nou, de, uh, uh, er zijn sommige waterschappen die ook een wat kleiner bestuur hebben. Er zijn ook ja, waterschappen ja. met 21, maar. Min of meer dezelfde ja. verdeling. Uiteindelijk, zeg maar, de precieze toewijzing, daar had de, de provincie ook een rol bij. En die moesten daarbij kijken naar, zeg maar, de belangen die op het spel stonden. En op basis daarvan ja, ja. De keuze maken hoe die geborgde zetels verdeeld werden. Nou, er is uh, vorig jaar een uh, initiatief voor, uh, voorstel geweest van Kamerleden Laura Bromet van GroenLinks en de Groot van D66. Mm -hmm. En die hebben eigenlijk gezegd: wij wilden daarvan uh, af. Uh, nou, dat is enorm de, uh, debat geweest met amendementen, et cetera. En uh, net, uh, even kijken, uh, me, medio december is uiteindelijk kogel door de kerk. Heeft de Eerste Kamer ook uh, na lang wikken en wegen besloten om het aantal geboortezetels terug te brengen van negen naar vier? Bedrijfsgebouwd is. Is dat bij jullie? Of is dat gestandardiseerd? Volgens Volgens mij is het, uh, is het uh, inderdaad ge gestandardiseerd. Twee voor natuur en twee voor ongebouwd. Mm -hmm. En wat ook veranderd is, dat is vroeger konden de geborgde zetels aanspraak maken op één zetel in het dagelijks bestuur, en die verplichting is, is ook geschrapt. Oké. Okay. Dus dat betekent nu concreet uh, bij Delftland dat ze daar bij de verkiezingen 26 zetels uh, te, te kiezen hebben. Te kiezen ja, hebben. dus, de, dus ja. er valt inderdaad wat te kiezen. Ja, we, ja we, hebben nu, we hebben op dit moment acht partijen die in het bestuur zitten, afgezien van de geborgde. Ja. En er zijn er nu twaalf partijen die meedoen met de verkiezingen. Oké, okay. ja. okay, dus ook daar zie je wel enige fragmentatie optreden? Uh, ja, uh, in, in de zin van dus uh, vele partijen die meedoen? Nou ja, uh, uh, dat, dat vind ik nog voorbarig om dat te beamen. Want de, de vorige keer deden elf partijen mee, maar drie van de elf haalden de kiesdrempel niet. Oh, okay. Dus we zijn er. Mee. Er zijn er acht overgebleven. Ja, 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 ja. En nu okay. doen er twaalf ja. mee. We zullen straks zien wat de kiezer daarvan vindt. Ja, en wat is die kiesdrempel? Wat, uh, um, wat Nou, de, de kiesdrempel weet je natuurlijk pas op het moment dat je ook weet wat het opkomstpercentage yeah. was. Maar uh, orde grootte was die de vorige keer, dacht ik, uh, 17.000, 18 18.000 ergens. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, nou dat in, de, in Delftland. De, Delft ja, ja, precies. Um, ja, en, en, en wij spraken elkaar en toen zei je... nou, dat, dat zou toch ook nog wel eens uh, gekker uit kunnen komen te zien. He, want als je uh, kijkt naar de initiatiefnemers ja. van deze wet... Uh, nou ja, D66, die de Groot, die, die ja, heeft waarschijnlijk... toch vanuit een democratisch ideaal een, een bepaald idee gehad over... Uh, je, je ziet ook dat uh, het bedrijfsleven eruit is. Het, uh, er zitten nog wel, uh, althans uit de geborgde zetels... Ja. Um, maar wat, 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 voor, um, wat voor scenario's zijn er denkbaar nu, ja, in, in, deze nieuwe, in deze nieuwe constellatie? De, de, denk jij dat, dat uh, mensen anders gaan kiezen voor waterschappen, bijvoorbeeld, dan um, uh, dat ze dat doen voor de provincie? Of, of loopt dat een op dat één op één? Nou, uh, dat is best moeilijk, uh, moeilijk te, uh, natuurlijk te voorspellen. We weten, we, 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 we weten ook bij de waterschappen uh, is de boerenburgerbeweging gaat meedoen. Ja? Ja. Net zoals in de provincie. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat, uh, wat de impact daarvan uh, zal zijn. Uh, bij Delftlands is het zo dat de lijsttrekker van Ongebouwd is, nu de lijsttrekker van BBB geworden. Uh, uh, dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat ga, uh, gaat uitwerken. Daarnaast is het in Delftland zo dat uh, ja 21 en BVNL uh, gaan meedoen. En dan hebben we een nieuwe oudere partij, Goud. Okay. En daarnaast hebben we de, uh, de zeg maar, partijen van Oudsher. Dat ja. zijn de, de bekende partijen die ook in de Tweede Kamer zitten: ja. VVD, CDA, P van de A, Partij voor de Dieren, uh, 50 Plus. SP? Uh, nee, nee? doet niet mee. Okay. Uh, en D66 GroenLinks doen ook niet mee, maar er is een. Zeg maar, geallieerde partij, een waterpartij. Uh, uh, Waternatuurlijk, uh, die meedoet. En die wordt ja, ja. min of meer gesteund door, door Volt en GroenLinks en D66. En dan heb je ook nog de Algemene Waterschapspartij, ook een waterpartij. Uh, en die heeft er ook voor gekozen om in ieder geval in Zuid-Holland mee te doen met de Provinciale Staten. Dus er is wel wat in. In ja, ja. Uh, maar, maar het zou dus ook zomaar kunnen dat uh, in plaats van, um, laten la we zeggen, uh, vier of vijf uh, uh, boeren, dat er zomaar tien uh, uh, in, een, in een waterschap uh, terechtkomen. Ik zeg niet dat dat slecht is, hè? Nee, ik, ik, hey? Even voor de ik, duidelijkheid. Ik, ik laat me maar nou... als BBB dus heel succesvol is ja. en, en bijvoorbeeld uh, juist bij die uh, verkiezingen rond de waterschappen uh, hoog scoort, dan kun je dus een heel andere verdeling krijgen dan in het verleden. Het zou, eh, het zou, als BBB het heel goed doet, dan zou ja. het kunnen eh, zijn dat, eh, dat, dat zeg maar de, de boeren een, een sterkere vertegenwoordiging eh, hebben. Want ze hebben sowieso twee van ongemaken. Ja, daarom. Dus dat, dat, is, even, dat is even afwachten. Ja. Eh, voorzien jullie eh, mogelijke problemen, nationaal? Dus dat nou, je zegt van nou ja, het kan toch ook wel lastig worden met uh, de uitkomst van die verkiezingen. Nou, en bedoel, de polarisering ik, zoals die maatschappelijk uh, zichtbaar wordt, die kan zich ook in, in zo'n... Uh... Uh, uh, natuurlijk, dat zou kunnen, maar ik ben wat dat betreft toch wel optimistisch. Want uh, ik ben heel gelukkig dat in ieder geval uh, de manier waarop het politieke debat gevoerd is in, in, uh, bij Delftland de afgelopen vier jaar, mm -hmm. he, dat je op een bepaald moment gewoon van mening kunt verschillen over de inhoud, maar dat je... ...het wel doet op een manier dat de omgangsvormen goed zijn. Jullie zijn niet uh, te vergelijken met de Tweede Kamer... ...gewoon qua werkpraktijk? Uh, gelukkig, uh, gelukkig niet. Nee? Nee. En wat dus vindt, wij, waar de, zit de, de, dat dan in? Nou, ja, kijk, ik denk dat het voor de waterschap heel, uh, ook heel belangrijk is. De, de, de burgers die belasting betalen... ...die zitten niet uh, te wachten op gekissebis. bis. Nee. Die willen gewoon dat die waterschapstaken serieus worden uitgevoerd. Die, die vinden het ook prima... Dat verschillende politieke partijen, ieder vanuit hun eigen politieke visie, dat debat voeren en op zoek gaan naar ja, waar ligt nou dat algemeen belang. Uh, en als we dat goed doen, dan heb ik er ook vertrouwen in dat ze begrijpen dat ze uh, die waterschapsbelasting moeten betalen en dat die misschien nog wel hoger zullen zijn in de toekomst. Kun je dan zeggen dat op een bepaalde manier jullie gezelschap, om het dan maar even ja. zo uit te drukken, een wat zakelijker inslag heeft? Um, ja, ik, ik denk zeker uh, dat het, dat oh, het helpt. Een droge te hebben. Ja, ja. ik, ik ja. denk zeker dat het helpt. Dat zeg maar, het speelveld op zich redelijk goed gedefinieerd is. Betekent niet overigens dat waterschappen ook niet een rol spelen bij de grotere maatschappelijke uitdagingen. He, want uh, er zijn uh, onderwerpen. Uh, waar de waterschappen ook een rol bij kunnen spelen. Als we ja. praten over uh, energietransitie in Nederland, heel belangrijk. We willen in 2030: wat is het, 55% van, de, uh, van onze uitstoot teruggebracht hebben. En de waterschappen, denk ik, uh, terecht, spelen daar ook een rol in. Want zij beseffen zich ook hè, dat als je dat niet doet, is het dweilen met de kraan open. Dus ja, waterschappen doen ja. klimaatadaptatie, hm. maar hebben bijvoorbeeld ook de ambitie gezamenlijk uitgesproken. Dat wij uh, in 2035 klimaatneutraal willen zijn. Daar komen we zo nog even op terug. Ja. Um, ik wil toch nog aan die bestuurscultuur. Hè? Ja. Een thema dat uh, de laatste jaren nogal de nodige aandacht genereert. Jullie hebben dus een bepaalde bestuurscultuur. De, de dijkgraaf speelt daar denk ik een, een belangrijke rol in. Ja. Uh, ook. Um, de dijkgraaf zelf wordt natuurlijk niet gekozen. Nee, klopt. Um, wat is nou het voordeel van, van die structuur? Dus een, een dijkgraaf met vervolgens nou ja, uh, wat geborgde zetels en, en een, uh, een je zou kunnen zeggen een soort parlement. Hè? Maar ja. uh, op, nou, Dat kun je ook niet zeggen, want jullie besturen samen. Ja. Uh, dus, uh, maar, maar, maar wat is nou de, de, de het voordeel van deze formule? Nou, uh, laat ik beginnen met mijn eigen rol. Ik, uh, ik denk dat het een groot voordeel is. Dat ik niet bij verkiezingen gekozen word. Je staat boven de partij. Ik sta boven de partij. Het ja. is hetzelfde als. Uh, mijn rol is vergelijkbaar met die van een burgemeester. Ja? Ja. Dus het is, of, de je, koning. of de koning. Uh, de, of de commissaris van de, <laughs> de koning. Als je Waar het om gaat, uh, dat is. Uh, Benoeming van, van een dijkgraaf uh, gebeurt vanuit het algemeen bestuur. Ja. Dus je krijgt gewoon een uh, profielschets. Ja. Uh, nou, best wel een, uh, een zware selectieprocedure en dan is het uiteindelijk een, een kroonbenoeming voor zes jaar. Ja. En dat betekent dat je daarmee ook uh, um, inhoudelijk in de besluitvormende vergadering heb ik ook geen stem. Voor mij gaat het erom dat de kwaliteit van de besluitvorming goed is. En dat we inderdaad het idee hebben: is hier het goede debat gevoerd? Het zijn alle. Heeft iedereen de kans gekregen om vanuit zijn visie zijn zegje te doen, en leidt dat zeg maar tot een, uh, ja. een weloverwogen beslissing? Dus jij brengt een deel van die, laten we zeggen, deskundigheid ook okay. in? Nou, uh, wat ik juist probeer te zeggen: mijn rol is in het uh, algemeen bestuur niet inhoudelijk. Okay. Het, gaat, het gaat erom dat ik ervoor zorg dat het debat goed gevoerd wordt. Het is, het, is meer, het is meer praktische wijsheid eigenlijk. En als je dan zegt van waar is er nog een inhoudelijke rol? Ik ben ook voorzitter van het dagelijks bestuur. Mm -hmm. Net zo goed als de burgemeester ja. voorzitter is van het college BMW. En daar, uh, daar praat je inhoudelijk wel mee. Ja, ja. Ja? Okay. En daar heb ik ook een eigen portefeuille. Ja. En bijvoorbeeld een dijkgraaf, ook, ook wettelijk gezien, heeft in zijn portefeuille uh, nou ja, de hele calamiteitenorganisatie. Uh, uh, dus als er nood ja. aan de man zou zijn, ja, dan heeft de dijkgraaf ook daarbij uh, specifieke bevoegdheden. Ja, 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 precies. Um, maar, maar jij moet eigenlijk het, 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 uh, dat proces binnen zo'n bestuur in goede banen leiden. Ja. Dat ja. Is, en je hebt een hele, in, dat, in dat opzicht dan een. Uh, Um, uh, ja, een taak eigenlijk waar, waar het gaat om um, het, het, het bewaren van het evenwicht. Het zorgen dat de verhoudingen een beetje goed blijven. En, en het gesprek op een goed niveau. Uh... En, en wat ik zelf een hele belangrijke vind, dat is ook het rolvast opereren. Hm? He, want soms heb je wel eens dat mensen zeggen: van ja, um, uh, waterschap is misschien redelijk technocratisch. Want het gaat ja. erom die dijk moet sterk zijn. Heb je daar niet ingenieurs voor nodig? Ja. En, uh, en dat kan soms ook best lastig zijn als je een ingenieur hebt met heel veel affiniteit uh, met water. En die komt in het algemeen bestuur. Dan is het niet zijn rol om na te rekenen of die dijk, als het ware, wel voldoende sterk is. Hij heeft een bestuurlijke rol daar, uh, daarin. Dus dat vind ik ook belangrijk: dat, dat je blijft benadrukken het verschil tussen het bestuur ja. en de ambtelijke organisatie. Het bestuur. Dat gaat over wat ik dan maar zeggen, waarom vragen, wat moeten we doen. Ja. En uh, voor mij is het belangrijk dat het bestuur ook ruimte uh, uh, biedt aan de ambtelijke organisatie, om dan zeg maar uitvoering te bieden. Ja. Dus als bestuur blijf je eindverantwoordelijk. Maar dat betekent niet dat je je met elk detail moet uh, willen bemoeien. Nee, nee, daar speel ik ook een rol in. Ja. Goed, nou, nu refereerde je er al even aan. We staan voor behoorlijk wat opgaven de komende jaren. Die, die raken ook aan jullie functioneren. Ja. En daar kunnen ook echt verschillende accenten worden gelegd. Dus de participatie van bepaalde nou, profielen of partijen of stromingen... binnen zo'n bestuur is, is dus wel degelijk heel, heel relevant. Dat kan... Ja. Kan echt betekenen dat er uh, een, een andere koers gevaren wordt. Hè? Dus, dus um, uh, ik zei al van, nou, je, 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 en, en, je, jullie onderscheiden je van, uh, zo lijkt het in ieder geval, van de Tweede Kamer, dat het er rustiger aan toe gaat. Um, uh, nu is het wel zo dat met name dus die, uh, die thema's waar jij het over hebt. Hè? Klimaatneutraliteit, ja. uh, de, de kwaliteit van, rond, rond milieu. dat dat ook in toenemende mate gepolitiseerd is geraakt. Heb je daar zelf al iets, iets van gemerkt de, de afgelopen jaren? Dat, eh, dat zoals in de Kamer ook partijen tegenover elkaar kunnen staan. Uh, om, omdat alles zo beladen geworden is. Of het nou over stikstof gaat of over. Uh, um, nou ja, ja uh, uh, zeker. Uh, maar. Ik, ik zie zeg maar de, de, uh, de verschillen minder gepronanceerd als in de Tweede Kamer. Ja. He, dus ook als het gaat over uh, nou, laten we zeggen, uh, klimaat. Mm -hmm. In de Tweede Kamer wordt dan wel eens gesproken van degene die uh, zeer bezorgd zijn over klimaat, nou, dan krijg je labels als klimaatdrammer, weet uh, ja. ik het wel. Ik denk wat ik wat ik hier van mooi vond in de huidige bestuursperiode, dat het bestuur unaniem een motie heeft aangenomen naar aanleiding van alle IPC-rapporten. Om inderdaad gewoon te, te zeggen van luister eens, hier moeten we een stap bij doen. Ja. En, dan, en dan kan het nog steeds zo zijn dat als je gaat kijken naar het uitvoeringsprogramma, dat er best wel weer verschillen kunnen zijn. Hoe snel moet je bepaalde dingen doen? Hoeveel geld moet ik daaraan besteden? Maar dat het klimaatprobleem uh, ja. uh, heel serieus genomen wordt. Uh, ja, dat, is, ja, je, wordt dan dat merk ik heel je wordt dan natuurlijk ook een handje geholpen door, uh, laten we zeggen, zo'n calamiteit als afgelopen zomer dat iedereen wel door heeft. C ja, of het nou wel of niet uh, door de CO2 komt. We zullen er iets mee moeten. Ja, nou ja we, we, iedereen die heeft ook gezien uh, ja. uh, de afgelopen vier uh, zomer, nee, de afgelopen vijf zomers vier daarvan ja. uh, extreem droog, uh, enorm lage rivierpijlen, grote zoutindringing. Wij hebben op een bepaalde schutbeperkingen moeten instellen om verzilting van ons ja. eigen watersysteem uh, tegen te gaan. Dus het komt steeds meer zeg maar, in het publieke domein. Uh, en wat je natuurlijk ook merkt, uh, ja, zeespiegelstijging. Daar, ja. uh, uh, daar wordt terecht ook steeds meer over gesproken. En we zullen dit jaar, in de tweede helft van dit jaar, zal het KNMI met nieuwe klimaatscenario's komen. Mm -hmm. uh, er is een heel kennisprogramma, zeespiegelstijging bij de Rijkse overheid. En uh, ja, dat moet uiteindelijk gewoon leiden tot keuzes, wat dat dan gaat betekenen voor deze delta. <coughs> dus nieuwe delta-beslissingen. Ja, nou, uh, nou, zijn er ook mensen die uh, kiezen, die kiezen zeg maar, voor een wat uh, uh, bescheiden profiel, waar het gaat om uh, de activiteiten van. Uh, uh, waterschappen Die zeggen laten we gewoon bij de kerntaken blijven. Zo, die droge voeten. Nee, hebben we, hebben ja. de... Maar laten we ons vooral niet te veel uh, laten meevoeren in allerlei, uh, nou ja, laten we, laten we zeggen, hedendaagse debatten en de rol die wij daarin zouden kunnen spelen. Uh, hoe, hoe, sta, hoe staat jullie uh, uh, waterschap daarin? Nou, weet je, ik, ik, het is goed dat je kerntaken hebt waar je zonder ja. meer als waar je, je ding moet doen. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel uitdagingen in Nederland... die leggen allemaal beslag op ruimte. Ik, laat, laat ik een concreet voorbeeld nemen. Het hele woningbouwprogramma van Hugo ja. de Jonge. 900.000 woningen. Wat is het? In orde grote 235.000 uh, woningen in, uh, in Zuid-Holland. Dat betekent dat je beslag ga, uh, gaat leggen uh, op ruimte. Maar diezelfde ruimte die hebben we ook nodig voor energietransitie... voor betere mobiliteit... Uh, voor een toekomstperspectief uh, voor uh, uh, mm -hmm. de landbouw. En wa vanuit waterschappen, ruimte voor water. Want met dat extreme weer waar we op voorbereid moeten zijn, of voor die droogtes, betekent het gewoon dat wij ruimte nodig hebben om hetzij water te laten infiltreren in de bodem, hetzij water te bergen. Uh, in Den Haag, of hier, hier in Rijnland, wordt nu een hele grote waterberging langs de A44 in de meer aangelegd. Er is een hele grote bij, uh, bij Stompwijk. We hebben er een uh, met Molenvlietpark. Dat soort, dat soort zaken hebben we steeds meer nodig om die enorme hoosbuien uh, te kunnen opvangen. En dat betekent concreet dat als er gesproken wordt op de. Over de ruimtelijke inrichting dat wij aan tafel moeten zitten. Daarom ben ja. ik ook heel blij dat in ja. het regeerakkoord. er een zinnetje werd opgenomen. dat water en bodem sturend moeten zijn bij de inrichting van. Onze ruimte. Ik, ik, ik zie je met enige trots dit uh, uitspreken. Ja, nou ja, in, in de, kijk, dat is effectief lobby, lobbywerk. Maar wat ik leuker nog uh, vind. Nee, maar ook, het is, het is een, niet bij dat ene zinnetje rol, gebleven, het is, centrale rol, toch? het is niet bij dat ene zinnetje gebleven. Want anders denk je nog steeds: oké, okay, ja. het klinkt heel mooi. Maar wat betekent het nou concreet? Dus in december heeft minister Harbers, heeft een brief geschreven, wat, een beetje, een lange brief aan de Tweede Kamer, 32 uh -huh. kantjes. Ja? Maar eigenlijk is het gewoon een beleidsnotitie. Waar dat allemaal is uitgewerkt, wat betekent, wat betekent dat concreet? En voor de waterschappen is daarmee het voor mij klip en klaar dat wij aan de voorkant aan tafel moeten zitten als er gesproken wordt waar ga je nou die uh, woningen ja. bouwen? En wat bijvoorbeeld uh, aangegeven is, het is in die, in die brief: het is niet verstandig om nu een woningbouw buitendijks te doen. Ja. Wat aangegeven is, het is niet verstandig. Om bij zo spreken uh, extra ruimtebeslag te doen in het IJsselmeer. Want we willen het IJsselmeer houden toch als onze grote zoetwaterbel. En, 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 het is en, niet verstandig om in de diepste uh, de 15% diepst uh, laagst gelegen punten in je polders om uitgerekend daar te gaan bouwen. Z zijn jullie uh, in het verleden wel uh, voldoende gehoord? Is, uh, ik, ik ken het verhaal over Rotterdam, uh, waarbij. Uh, nu toch de zorg is dat al als we zo'n regenbui krijgen, dat, dat, dat Rotterdam dit gewoon helemaal niet aan kan. Dus dat het, dat het echt onderloopt. De deskundigen weten dat ook. Is, is het, is er, wordt er nu beter naar jullie geluisterd dan, dan, dan in het verleden? Want je zegt, ik ben blij dat we in de wet zijn opgenomen. Ja. Maar dit, dit zijn natuurlijk wel hele fundamentele beslissingen. Ja. En, en ook belangen die tegenover elkaar kunnen staan. Van, uh, ja, jullie lange termijn visie, jullie waarborgen van uh, de waterveiligheid. Ja. Uh, versus, nou ja, we willen gewoon een uh, uh, lekker goede mobiliteit, uh, ja. uh, uh, voldoende capaciteit en uh, gewoon bouwen hier. Ja, Nou, weet je, um, kijk, ik denk dat de water, waterschappen zich beseffen, uh, beseffen dat, uh, dat hun eigen rol ten aanzien van de andere overheden ook. Uh, verder moet veranderen. Hè, misschien zijn we in het verleden op bepaalde punten wel eens een beetje te uh, faciliterend geweest. Mm. Hè? En ik geloof nog steeds in een hele constructieve opstelling ja. in die overleg, want alleen, we kunnen het alleen maar ja. samen doen. Maar, wel heel maar dat je af en toe toch nadrukkelijker zegt van als je het op die manier gaat doen, dan, uh, dan, uh, dan zijn wij heel erg ongerust dat je over 50 jaar uh, denkt van zeg, hoe hebben ze dat in der tijd zou kunnen beslissen. En om dan een voorbeeld aan te geven... Uh, strikt genomen zijn waterschappen zijn niet het uh, bevoegd gezag... voor de ruimtelijke ordening. Nee. Dat is provincie en gemeente. Nee. Dus je zou kunnen zeggen, van in de wet staat... Uh, hè, er moeten omgevingsvisies, omgevingsspannen... door die overheden gemaakt worden. Wat ik dan mooi vind, dat heel veel waterschappen... zelf gezegd hebben... ook al is het niet een wettelijke plicht... wij maken onze eigen omgevingsvisie. Ja, ja. Om daarmee... Dat onder de arm te nemen en dat gesprek te gaan voeren. Dus wij hebben, wij hebben gewoon uh, bijvoorbeeld voor Delftland gezegd: je kunt, je, uh, je, je kunt als je gaat nadenken over woningbouw, kun je dat op verschillende manieren doen. Uh, je kunt uh, zeg maar nog meer uh, verharding uh, organiseren. Nou, dat, dat is een hele giftige cocktail met klimaatverandering. Ja. Als je zaken meer zeg maar, de hoogte in gaat doen wordt dat wat makkelijker en dat hebben we uitgewerkt voor allerlei gebieden in ons gebied en dat gebruiken wij dus als we met gemeentes gaan praten of met de provincie gaan praten en dat vind ik dan een voorbeeld dat je zegt van ja we pakken onze eigen rol vullen we toch iets anders in dan in het verleden ja mooi goed um, Piet Hein we gaan uh, afronden um, het is nog een week of twee ja ik um, ben benieuwd wat er uh, wat er uitkomt ik uh, hoop dat we elkaar nadien uh, weer zullen spreken en eens kijken welke kant jullie op gaan in Delftland. Ik, uh, ik voel me hier in ieder geval z'n uh, lang in Leiden. Uh, bij jouw collega Rogier is het. Hè? Rogier, Rogier van, van de de der Zander. Zander. Ja, zeker. Ja, ja. Dus, misschien, mag uh, ik, uh, misschien mag ik nog één ding doen. Want jij zei helemaal ja. aan het begin van dit gesprek ook dat je het best ook lastig vond om die ja. stem te uh, bepalen. Ja, zeker. En ja. dat geldt natuurlijk niet alleen voor jou, maar dat zal best voor, ja. uh, voor ook andere inwoners uh, gelden. En daarom wil ik dan toch even promoten uh, mijnstem.nl. Ja. Mijnstem.nl. Als je daar naartoe gaat, dan kun je uh, zeggen: van, nou, uh, waterschappen. Je vult je postcode in. Je wordt direct geleid naar het waterschap waar jij uh, ja. uh, thuis hoort. En je krijgt iets van, weet ik wat, 15 stellingen. Waar je ja, ja, zelf ik, ik, ik kan heb bepalen het, Ik hoe heb je... het vier jaar geleden gedaan. Nou, ja, en, ja, en, ja. En, en je kunt ook direct zien hoe die twaalf partijen ja. daar uh, tegenaan kijken. En wat wij ook nog gaan doen. Uh, hou uh, Omroep West in de gaten. Want op uh, 7 maart gaan wij met die twaalf lijsttrekkers een debat voeren in Amare. Oh, over okay. vier stellingen. Nou, heel goed. Dus ga in ieder geval stemmen. Ja, ja nou, uh, dank dat je dit nog even toevoegde. Lijkt me inderdaad uh, belangrijk. En uh, ja, mooi om te, uh, om te zien. Uh, ja, hoe, hoe, hoeveel hart je hebt voor uh, dit uh, oeroude Nederlandse instituut. En ik hoop dat jullie ons nog lang uh, inderdaad uh, droge voeten uh, geven, uh, ondanks alles wat uh, op ons afkomt. Dankjewel. Dankjewel. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.